Oh ja, doe je telefoon even plat. Plat. Oh, zo. Ja, zo, heel goed. Oh, dit is ook interessant. Want jij zit nu op de zijkant. En normaal doet hij, gaat hij dan automatisch dat hij het goed doet. Maar dat doet hij nu niet. Kinderen en jongeren, daar hoor je ook vaak van ja, jullie houden je niet aan de regels en dat soort dingen. Merk jij dat ook? Ik denk omdat het nu zo erg is, door de koning heeft het al gevraagd, de minister heeft het al gezegd en alles. Dat ze wel denken van, ja, ik denk dat ik me wel even aan de regels moet gaan houden. Maar ook voor anderen moet ik me aan de regels houden, want je wil niet dat als je zelf besmet bent en je bent er gewoon zeg maar een soort van immuun voor. Dat je het wel hebt, maar dat je er niet ziek echt aan wordt. Maar dat je wel per ongeluk iemand anders besmet. Nou, dat wil je ook niet hebben. In Brabant is het wel het ergste van heel Nederland ongeveer. Ja. En hoe merk jij daar wat van? Ja, het is eigenlijk gewoon, je merkt wel dat er heel veel mensen, ja, niet heel veel mensen, maar sommige mensen die we kennen bijvoorbeeld, die worden wel ziek of ja, die komen te overlijden. En ja, je ziet wel, zou ik maar zeggen, als je door het Brabants Dagblad heen kijkt, dat er heel veel overlijdingsberichten staan. Ik denk er wel vaak over na, maar niet heel verdrietig, maar gewoon heel stom. Want ik kan niet meer naar het ouderenhuis. En dan had ik gisteren gebeld. Dan mocht je bellen met je belbuddy dan. Dat was dan ook een oudere man die dan nu niet zoveel dingen meer mag en zo. En daar komt verder ook niemand die praat met hem. Dus had ik gisteren met hem gebeld. En hoe was dat? Wel leuk. Dat was wel leuk en hij vond het ook wel heel leuk om met mij te praten. Mijn moeder is huisarts en ja, het is toch een beetje anders, want soms hangen er gewoon witte jassen over een stoel te drogen of zo. En ze moet langer werken. En ze heeft nachtdiensten veel meer, langer op de post. Omdat je moeder nou dus huisarts is, maak je daar zorgen over? Nee. Dan gaan we, als zij corona krijgt, dan gaat ze lekker thuis hier zitten en hebben we allemaal corona. Veel gezelliger toch? Oké, dat is ook een oplossing. Alleen het is niet handig voor de patiënten die ze dan misschien moeten helpen. Dus ja, zo lang mogelijk geen corona krijgen. Maak je je zorgen over het coronagedoe? Ja, een beetje. Want ik heb ook gehoord dat er in België een meisje van 12 is overleden. En er zijn nog best wel veel smettingsgevallen in Nederland. Alleen, als ze echt boven de 2000 gaan, ga ik beginnen met me zorgen te maken. Nee, ik ben niet zo bang voor mezelf. Want voor mij is het gewoon een griep. Bij mij is er een kleine kans als ik er dood aan ga. Dus ik ben niet heel bang voor mezelf. Ik ben wel bang voor dat opa en oma het krijgen. Want dat zou wel, dan zouden hun het bijvoorbeeld, zullen er dan dood aan kunnen gaan. Dat is wel minder. Maar voor jezelf maak je geen zorgen? Nee, niet echt. Opa die is vorige week zaterdag overleden. Nee. Ja, en ook nog een paar mensen meer die we al kenden. En, ja. Jummig, maar wat heftig. Ja. Gecondoleerd. Dank je. Daar schrik ik wel een beetje van. Ja, maar het lijkt wel dat de mensen die juist het voorzichtig zijn, het juist krijgen. Was opa heel voorzichtig dan? Ja, hij is al, zou ik zeggen, sinds dat de corona begon, dan is hij nergens echt meer heen geweest. De boodschappen lieten opa en oma altijd onder carport bezorgen. Dus die gingen eigenlijk niet echt uit huis. En ja, dus dan is het eigenlijk ons ook een raad hoe hij het corona überhaupt heeft kunnen krijgen. Jeumig. En nu dan? Ja, we moeten toch door. We kunnen niet blijven stilstaan, dus ja. En is er dan ook al een begrafenis geweest? Of een crematie? Of, Opa die was niet meer besmet met corona. Want eerst zou het eigenlijk zijn dat opa in een tuinhuisje moest liggen. En dan moesten de deuren dicht en de deuren zijn voor glas. Dus daar kon je dan doorheen kijken. Maar omdat opa dus niet meer besmet was, mochten de deuren gewoon open. En mag je ook gewoon naar opa toe, zou ik maar zeggen. Oké.
En toen kwam de rouwwagen en die kwam dus opa ophalen. Toen reden we achter de rouwwagen aan naar het crematorium en toen werd opa bij. Toen vormden we nog een erehaagje waardoor de rouwauto heen reed en toen werd opa naar binnen gebracht. En dan krijgen we zijn, ja, zijn as nog terug, zou ik maar zeggen. En dan ergens in september, als de corona dan helemaal voorbij is, dan gaan we, zou ik maar zeggen, echt nog een hele grote herdenkingsdienst houden. Oké. Jeumig. En hoe voel jij je daarbij dan? Ja, het is heel raar, want eigenlijk is het best wel een tijdje geleden dat ik opa heb gezien. We hebben dan nog wel met hem gevideobeld, maar dan dringt het eigenlijk nog niet echt tot je door dat hij er echt niet meer is. Nou ja, eigenlijk best wel raar dat je nu gewoon, ja, dat oma alleen is en dat je eigenlijk geen opa meer hebt. Wat een heftigheid zeg, Ulrik. Ja, ik vind dat jij er nog heel vrolijk en nuchter onder bent. Ja, maar je kunt niet de hele tijd zielig blijven doen. Je moet ook weer een keer blij zijn. Oké. Nou, zullen we maar doen dan? Daar zorgen jullie dan weer voor. Jullie kunnen dat. Maar maak jij je nou zorgen eigenlijk? Ja, eerst had ik het op zich wel onderschat. Maar het is, nu zie je eigenlijk wel dat het echt erg is. Dus ja, nu is het eerst zei ik altijd van ja, ik maak me niet veel zorgen. Het is maar een griepje. Maar nu denk ik wel eens van ja, ik ga nu wel toch iets voorzichtiger doen. Heel erg veel liefs en sterkte voor jullie. Dank je. En we spreken elkaar snel weer. Ja. Doei Ulrik. Liefst voor de familie. Doei. Doei. Bye bye. Doei.